three, four. En dan komt de lunch, waarin jij op het idee komt om je benen te ontharen met je hartkleisters nog tegen je bovenlip. Trouw jij met iemand, bezoek een museum, koop die catalogus. En als je dan weer een pannenlamp zit te haken voor de baby waar je te vroeg geboren vriendin, moet je hem afhalen van het vliegveld en denk jij, waar zijn anders taxis voor? Iedere ochtend vol verwachting mijn bed uit en ga er iedere avond volledig gedesillusioneerd weer in.